Ten aanzien van AKBI, zoals u weet, waren we gestopt 2 juni in verband met de COVID-19 situatie in het land. Maar na evaluatie hebben we dan besloten om weer van start te gaan en vrijdag aanstaande. En we hebben gesproken met het COVID-management team en we hebben een aantal COVID-maatregelen moeten hanteren. En, zodat we die mensen kunnen helpen met de COVID-steun, 1000 SRD die per huishoudens van AKB kreeg. Vrijdag aanstaande gaan we van start met het uitbetalen van het resort A, E en K. Daaronder valt Tourtonne, Blauwgrond, Clevia, Geersvliet, Grote Combi, Rainfield, Maiko Project, Eerste en Tweede Rijweg en Bennispark. Maar let wel, we gaan conform de COVID-maatregelen werken die aangegeven is dat op elke dag zijn er een aantal letters, voorletters aangegeven van uw familienaam. Vandaar dat we die mensen dan gaan oproepen in volgorde. Zoals u weet, vrijdag mogen de letters P, Q, R, S over straat komen. Dat wil zeggen, vrijdag verwachten we die mensen van Tourtonne, Blauwgrond, Clevia, Grote Combiweg, Rainfield, Eerste en Tweede Rijweg met hun familienaam beginnen met de letter PQRS. En dan gaan we dan zaterdag dan door met dezezelfde resorten met een voorletter T, V, W, Z. Dan beginnen we weer maandag met de letter A tot en met C, D, E. Bijvoorbeeld Atompai, Donk, enzovoorts, enzovoorts. We hebben een bekendmakingsschema geplaatst via Nationaal Informatie Instituut en ook een page van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Daar hebben we alle details doorgegeven wie op welke dag moet komen. Dus ik vraag u, gaat u op Facebook en dan kijkt u naar Nationaal Informatie Instituut. Daar is een uitgebreide schema gegeven wie op welke dag moet komen. En ik wil ook duidelijk aangeven dat we bezig waren met een eerste rijweg, tweede rijweg en Bennispark. We gaan eerst daar afronden. Die mensen krijgen dan tegelijkertijd hun algemene kinderbijslag en de COVID-steun van 1000 SRD. Als we klaar zijn met het uitbetalen van deze mensen, dan gaan we weer de mensen van Latour, Pontbuiten en noem maar op, van Paramaribo oproepen om hun COVID-steun dan in ontvangst te komen nemen. Dus na Paramaribo zijn we nu bezig om te evalueren in het district Nikeri en Komowijnen. Dus de dichtbijzijnde districten, we kunnen nu even niet naar het binnenland gaan, toch, gezien de COVID-situatie in het land. Dus we zijn nu bezig met het COVID-team om te kijken welke districten we na Paramaribo kunnen aandoen. Maar die mensen hoeven helemaal niet te vrezen, omdat we moeten ons houden aan de COVID-regels. We kijken nog naar geschikte plaats om de uitbetaling te doen geschieden. En ook daar alle COVID-regels willen we in acht nemen. Dus de mensen, we vragen u beleefd om geduldig te wachten. En zoals u weet is er nog een doelgroep, de zwakke huishoudens, die maandelijks een bedrag van 33 kreeg, maar nu is het 250 in verband met de COVID-steun. Die mensen gaan ook uitbetaald worden. Dus als u met de gele beschikking rondloopt en waarop staat dat u moet ontvangen, die mensen worden ook opgeroepen, conform schema, om dan die 250 SRD te komen ontvangen. We komen helemaal in de districten, dus we vragen mensen om niet naar de stad te komen. U moet daar blijven in het district. Het wordt bekendgemaakt wanneer u aan de beurt bent. Dit zal tegelijkertijd geschieden. Het moment dat we in een district komen om algemene kinderbijslag en COVID-steun te betalen, gaan we gelijk de mensen van zwakke huishoudens meenemen. Dan gaan we alle doelgroepen gelijk in één keer uitkeren. Ten aanzien van mensen met een beperking, zoals u weet, u heeft nu een monicarta, dus u hoeft helemaal niet meer in lange rijen te komen staan. Ten aanzien van die mensen met een beperking, we hebben afgelopen maand mei hebben we al voor die mensen gestort. Als u ziet, in plaats van 325 SRD heeft u 1000 SRD gehad. Dus u kunt rustig thuis wachten. De doelgroep mensen met een beperking heeft helemaal geen problemen, want ze hebben al hun 1000 SRD gehad. De bedoeling is dat het maandelijks gestort zal worden, totdat het COVID-management team van zegt, oké, tot hier en niet verder. Dus die mensen moeten geduldig wachten. Er zijn al duidelijke afspraken met de bank, dat zodra het eind van de maand is, dat u COVID-steun in verband met de COVID-situatie in het land voor u uitgekeerd wordt. Dus u krijgt normaal 1000 SRD. Hierbij wil ik ieder beleefd vragen
Wanneer u zult komen een algemene kinderbijslag in ontvangst te komen nemen, vragen wij u beleefd om zich te houden aan de COVID-maatregel. U mag niet met meer dan 2 mensen, u moet alleen komen. Laat ik het duidelijk maken, u moet alleen komen. U moet niet komen man en vrouw. Er gaat een besluit moeten nemen door u en uw man of uw partner. 1 persoon maar mag komen. En we gaan ook niet toelaten dat de moeder met 2 tot 3 tot 4 kinderen... U moet alleen komen. We vragen u beleefd om oppas te zoeken voor uw kind. En we vragen u ook beleefd, als u gaat komen, komt u met een mondkapje? Zonder een mondkapje gaan we u niet toelaten om op het terrein te komen. En u gaat zich moeten houden aan de COVID-maatregelen die daar gehanteerd zal worden. U gaat vervolgens eerst uw handen moeten wassen. Uw temperatuur wordt dan afgemeten. En nadien krijgt u hand sanitizer van ons om uw handen te reinigen. Vervolgens gaat u dan in de rij om uw geld dan in ontvangst te nemen. We gaan dit keer voor deze 3 laatste resorten gaat u tegelijkertijd uw algemene kinderbijslag in ontvangst nemen. En ook tegelijkertijd de COVID-steun die door de overheid gegeven zal worden. We vragen u beleefd, volg de instructie van het COVID-management team. Als het is dat u niet op straat moet komen, moet u niet komen. Als uw naam begint met de letter A, B, C, D, dan moet u maandag komen. Ik vraag u beleefd nogmaals om onze bekendmakingsschema te checken via het Nationaal Informatie Instituut. Daar hebben we alle richtlijnen gegeven. We hebben de volgorde ook aangegeven. Dus ik vraag u beleefd, houdt u zich aan de regels. Als u niet over straat moet komen, blijf thuis.